Dorrit, waar ga je naartoe? Dat is geheim. En jij? Waar moet jij heen? Ik moet die kant op, ik moet naar zorg. Dat is jammer. Ik moet de andere kant op. Hoi. Wacht, ik heb nog wat voor je. Hallo, met Claire? Hallo. Mevrouw, bent u de mevrouw van de krant? Ja. Ja, dat ben ik. Mevrouw, het is weer teruggekomen. Het hangt hier boven mijn huis. Wat is het dan? Hoe ziet het eruit? Het is, dat licht. Dat groene licht. Ik denk dat ze me nu komen halen. Ik kom nu naar u toe, mevrouw Stevens. Hoi. Dag mooie vrouw, ik kom een verhaal opmaken. Nou even niet. Dit is het. We moeten direct weg. Geen brief? Zit er al bij. Mooi zo. Per jaar gebeuren er meer dan 13.000 ongelukken waarbij brommers betrokken zijn.
In totaal vallen hierbij zo'n 2200 zwaargewonden en 100 ongelukken hebben een dodelijke afloop. Claire heeft het ongeluk overleefd, maar ze heeft zware verwondingen opgelopen aan hoofd en schouders en door de klap van het ongeval is ze buiten bewustzijn geraakt. Michael komt er vanaf met wat bulten en schrammen, maar ook voor hem zal dit ongeluk een vervelende nasleep hebben. Zijn eigen brommerverzekering dekt immers geen bedrijfsongeval zoals deze. Door de druk van hun bazen en opdrachtgevers veroorzaken brommercouriers door hun haastig rijgedrag enorm veel schade en ongelukken. En dat is de reden dat de verzekeringsmaatschappijen inmiddels torenhoge premies vragen of simpelweg brommercouriers weigeren te verzekeren.